Goedemorgen en welkom. Mijn naam is Edwin Herrie, bestuurslid bij KPMG en vandaag uw gastheer. De coronacrisis stelt onze weerbaarheid sterk op proef. Niet alleen van ons als mens, maar ook van onze organisaties. In onze gesprekken met onze klanten merken we dat er veel behoefte is aan inzicht en ondersteuning in hoe met deze crisissituatie om te gaan. En vandaag is alweer onze vierde webcast. Het thema is weerbaarheid in tijden van crisis. Een weerbaarheid of mentale weerbaarheid is een woord dat we tot nu toe eigenlijk niet zo vaak gebruikten. Maar ineens heel vaak in mijn klantgesprekken naar voren komt. Maar ook in de boardmeetings van KPMG. Maar wat is het? En hoe kunnen wij onze weerbaarheid op peil houden? Nou, als er één organisatie is die weet hoe je op dit vlak met crisissituaties moet omgaan, dan is dat natuurlijk onze eigen krijgsmacht. En daarom staan we zo meteen ook stil wat we kunnen leren van een militaire aanpak. En ook gaan we in op vragen hoe bewapenen we onze organisaties tegen cyberaanvallen en frauderisico's. In deze webcast proberen we echt praktische tips te geven om uw weerbaarheid op een aantal cruciale onderdelen te verhogen. Om zo goed mogelijk door deze onzekere periode heen te komen. Ik doe dat niet alleen, ik word ook vandaag weer bijgestaan door een panel van experts van KPMG. En hier zijn ze. In eerste plaats vice-admiraal buitendienst Mathieu Borsboom, die sinds enige tijd senior adviseur van KPMG is. Daarna Koos Wolters, partner van onze cyberpraktijk, van Cyber Governance. En vervolgens Helene Hoink van Papendrecht en Patrick Euser, beide van onze forensische afdeling. En voordat we starten wil ik eerst nog even kort stilstaan bij het volgende. COVID-19, of corona zo u wil, is in de eerste plaats een enorme humanitaire uitdaging. Het oplossen hiervan is topprioriteit. En ik blijf herhalen dat ook voor KPMG, en ik denk voor iedereen in deze call, het allerbelangrijkste de gezondheid en het welzijn is van onze mensen, onze klanten, hun families en gemeenschap. En ook bij KPMG is het inmiddels de vierde week dat onze medewerkers thuis aan het werk zijn. Zonder direct contact met elkaar. Of met klanten. We missen dat. We krijgen veel vragen van onze mensen hoe zij het beste mentale en fysieke gezondheid op peil kunnen houden. En veel mensen zijn alleen. En ze zijn niet alleen als ze in een gezin zijn ook schooljuf of meester, maar ze moeten ook ouder zijn. Ze moeten werken, ze moeten allerlei dingen tegelijkertijd doen. Waardoor spanningsklachten toenemen, zeker als de behuizing klein is. Maar goed, dat kunt u ook allemaal lezen in de kranten. Maar ook wij merken dat en proberen daar wat aan te doen. En als het over weerbaarheid gaat, dan is het mijn inziens ook van belang dat wij als werkgevers een veilige omgeving creëren. Waar het ook heel goed is om aan te geven als het even niet gaat. Het is oké om verdrietig te zijn en dit te uiten. Of om je hart te luchten. We moeten elkaar hier echt samen doorheen helpen. Mooi om te vertellen, we hebben van veel medewerkers het verzoek gekregen om zelf als vrijwilliger aan de slag te willen gaan. En om maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. We hebben daartoe een platform gecreëerd waar onze medewerkers zich kunnen aanmelden voor pro bono werk. En een van de concrete voorbeelden die ik hier wil noemen is een initiatief in de zorg. We weten allemaal hoe ontzettend hard er nu wordt gewerkt in de ziekenhuizen en op de intensive care eenheden in het bijzonder door het hele land. Maar tegelijkertijd misbruiken criminelen de situatie om zorginstellingen en zorgaanbieders digitaal aan te vallen. Door bijvoorbeeld gijzelsoftware. Echt onvoorstelbaar wat mij betreft. Maar het gebeurt wel. En er is daarom een coalitie gestart om de Nederlandse zorginstellingen kosteloos en belangeloos te beschermen tegen digitale aanvallen in tijden van de coronacrisis. Vanuit KPMG hebben we meegeholpen om de website wijhelpenziekenhuizen.nl op te zetten. En gratis hulp te bieden aan alle zorginstellingen in Nederland die met spoed gebruik willen maken van de cyber-experts in heel het land. En dat brengt mij weer bij het onderwerp van vandaag, weerbaarheid, of mentale weerbaarheid. En voordat ik verder ga, kleine disclaimer, bear with us. We bellen allemaal weer uit vanuit huis. We zitten ook nu niet in een kamer. Dus als het in de overgang even hamert, dan weet u hoe dat komt. Mathieu, we beginnen bij jou. Je bent een gevierd en bekend voormalig vice-admiraal. Je brengt al liefst 38 jaar door bij Defensie. Althans, zoveel ervaring heb je daar. En sinds vorig jaar ben je verbonden aan KPMG. Wij hadden 2 weken geleden met elkaar een gesprekje om even bij te praten.
En je gaf aan, niet verrassend, dat er op dit moment heel veel vraag is naar jouw kennis en ervaring. En zo kwamen we ook op het idee om jou uit te nodigen voor deze webinar. Wat kunnen we leren van militair crisismanagement om met de coronacrisis om te gaan? Het woord is aan jou, Mathieu. Dankjewel, Edwin, en goedemorgen, luisteraars. Ja, militair crisismanagement, beslissen in onzekerheid. Ik zal vanuit die ervaring van mij als beginnend jong marineofficier tot uiteindelijk commandant van de marine en van Haiti tot Afghanistan proberen wat ervaringen te delen. Ook op dit moment ben ik bezig en betrokken bij corona-impact in verschillende boardrooms van kleine en grote organisaties. Of het nou het Scheepvaartmuseum is, of het Loodswezen, of de multinationals, of het Zeefonds. En natuurlijk, net zoals jullie, ervaar ik het ook privé, de enorme impact thuis op het gezin. Mijn familieleden werken ongeveer allemaal bij Defensie, bij de politie of in de veiligheidsregio. En dat leidt mij er ook toe om toch hier ook uit te spreken het enorme respect voor iedereen die nu in de frontlinie staat. De frontsoldaten, dat zijn niet de soldaten van Defensie, maar op dit moment degene met de witte jassen. Ik heb ook groot respect voor de leiding op dit moment in de crisisbeheersing. Wat kunnen we leren van militair crisismanagement? Van kleine crisis tot grote crisis. Zowel vanuit het perspectief van de manager van een hele kleine eenheid. Misschien wel een eenpersoonseenheid. Tot een CEO van een multinational. Zonder dat we de wijsheid in pacht hebben als militairen. Wil ik toch wat basisprincipes aangeven over militair crisismanagement. En misschien wel belangrijker een aantal tips en tricks. Het gaat over crisis, dus beslissen in onzekerheid onder druk. Dat is zo'n crisis. En ik neem u langs vijf ervaringen, vijf stappen, die ik zal leren met voorbeelden uit mijn militaire ervaring. Op de slide ziet u de vijf stappen. We beginnen met het opbouwen van het plaatje. Is er een crisis? Wat is er aan de hand? Het opbouwen van situational awareness. En in tijden van onzekerheid is er een neiging om steeds meer en meer en langer informatie te verzamelen. En dat leidt tot drie valkuilen. U verdrinkt in de data, terwijl de tijd voortschrijdt. U blijft maar informatie verzamelen, die is echter nooit compleet. En uiteindelijk leidt dat tot niet handelen, tot inertie, terwijl die factor tijd cruciaal is. Dus wat te doen? Verzamel de data zo breed mogelijk. Een voorbeeld uit mijn ervaring is in de tijd van antipiraterij, piraterijacties 2011, een golf van piratenaanvallen. Legde de koopvaardij en de scheepvaart plat. Data werd verzameld bij koopvaardij, reders, verzekeraars. Maar belangrijk bleek ook informatie te verzamelen over de landen waar de piraten vandaan kwamen. Over de cultuur, over de opzet, stammeninrichting enzovoort. Ken aan data die u verzamelt een betrouwbaarheidsindex toe. En check de informatie op het topdek met een rondgang over de werkvloer. Wat wij vaak doen is iemand uit het team rondsturen, zolang het kan, om daadwerkelijk te checken dat wat we in de top horen, dat het op de werkvloer ook zo is. En luister ook naar informatie die u niet past. En verzamel informatie via nieuwe wijzen. Zo had ik zelf 2 weken geleden nog voor het eerst ooit een videoteleconferentie met de nummer 1 uit het Vaticaan, die voor het eerst van zijn leven op zo'n verbindingsmiddel zat. Verzamel de informatie cyclisch en stel een tijdslimiet op aan de datacollectie per ronde. Om te voorkomen dat u daar alleen maar mee bezig bent. Het tweede punt is, creëer het crisisteam. Want na de eerste scan van de crisis, door de opbouw van de situation awareness, zoals net geschetst, ontstaat er een indruk van de scope en de complexiteit. En met name ook de urgentie van de crisis. Tijd om het crisisteam te bouwen. Met als uitgangspunt, focus. Not bias. Creëer het crisisteam en daarbij zijn factoren. Creëer het divers. Ook cultureel divers. Zeker als u werkt met een multinational bijvoorbeeld. Introduceer een spiegel en tegengeluid in het team. Toen ik in 2008, 2009 in Afghanistan was geplaatst bij ISAF, de grootste militaire operatie na de Tweede Wereldoorlog met 110.000 militairen, hadden we in de commandogroep met name ISAF-militairen. Het bleek belangrijk aan dat zogenaamde crisisteam ook anderen toe te voegen. Leden van de Afghaanse overheid, UN agencies, NGO's en anderen. Een crisisteam
is geen stageplek. En het is ook niet het moment voor training on the job. En de formele positie die iemand kan hebben is ondergeschikt aan wat u aan tafel meebrengt. Hoe we het crisisteam organiseren is in command huddles. Door regelmatig bij elkaar te komen, te synchroniseren, koppen bij elkaar stoppen. En die synchronisatie wordt betaald door het battle rhythm. En in de battle rhythm wordt aangegeven wanneer gaan we in informatiekanaal in. Wanneer doen we de situational awareness? Wat wordt het plan? Wanneer is de command huddle? En dit klinkt misschien iets voor grote organisaties, maar een battle rhythm is ook belangrijk als je het in je eentje moet doen. En tenslotte, als laatste tip bij het team, is creëer een red team. Dat kan ook één persoon zijn. Dat is een entiteit die het crisisteam challenged en tegenspreekt. Het derde punt is, maak een plan en stick to it. Het eerste wat er moet komen op basis van de situation awareness is een plan. Initieel zal dat vaak gedreven zijn vanuit het leiderschap en later vanuit de staf. De devies is tijd winnen. Het planproces bij Defensie is doelgericht, zeer gestructureerd en wordt eindeloos onderwezen en getraind. Niet alleen op papier, maar ook in realistische scenario's. En daarbij is dat planningsproces eigenlijk nog belangrijker dan het plan. Dat proces helpt bij het structuur geven, het optimaliseren van de outcome van dat plan, maar het levert ook focus. De basis bij het proces is het al bekende en jullie allemaal bekende plan, do, check, act. Een cyclus, want daarna gaan we weer terug naar plan. Eerst hebben we het plaatje opgebouwd waar ik mee begon, situation awareness. En daaruit volgen de worst, best, most likely cases en verschillende scenario's. Maar dan is het natuurlijk belangrijk om te bepalen, wat is nu het doel? Wat is het doel tijdens deze crisisbeheersing? Is het bijvoorbeeld het overleven van uw organisatie? In militaire context kan het ook zijn, ongeacht mensenlevens doorbreken van een zekere blokkade of frontlinie. Per scenario's moeten de courses of action worden gemaakt. Dus zowel voor worst course als best course, dat is most likely course, maken we courses of action. En dat is in feite het plan, waarbij we integraal alle factoren adresseren. Zowel op personeel gebied, financieel gebied, materieel en operationeel. Die planning is cyclisch. Dat is weer die battle rhythm. En het is flexibel. Je past het aan nieuwe data uit je datacollectie. Of een nieuwe één. Dat kan natuurlijk ook. Maar tot die tijd is het rigoureus stick to the plan. In het militaire domein maken we onderscheid tussen current operations en future operations. Current is de crisis hier en nu. En future operations is de cyclus hier direct na. En dat vereist een andere dynamiek. Bijvoorbeeld toen ik commandant was van de fregat, voer ik in de Caribische Zee met aan boord ook Amerikanen. En wij voerden counter-drugs-operaties uit, waarbij we op dat moment een Amerikaanse law enforcement detachment hadden uitgebracht op een van drugs verdacht koopvaardijschip. Dat is best spannend. Mitrailleurposities op post, kleine rubberbootjes op post. Op dat moment werd het slecht weer. Althans, dat zat eraan te komen. En 5 minuten later kwam de Mayday-melding binnen dat er een Duitse helikopter was gecrashed in zee. En wij waren de ene die dichterbij was. Ook dan, in zo'n situatie, is het crisis. Is het weinig tijd. Maar ook dan doorloop je het planproces. Alle stappen die ik net schetste, neem je ook mee in zo'n crisis. En dan gaat het over het tonen van leiderschap. Lead by example. Zonder leiderschap verlies je het van de crisis. Geef strak richting aan de aanpak en maak duidelijk wat u wilt bereiken. En dat noemen wij de commander's intent. Wellicht het allerbelangrijkste. Leiding heeft u formeel, maar leiderschap moet u wel verdienen. En juist in crisis wordt de leider uitgelicht. Wees jezelf, authentiek. U dient de mensen, de zaak en het doel. En daarbij is het uitstralen van rust cruciaal. Eigenlijk absorbeert u de onzekerheid van anderen. En ja, dat kan best wel eens eenzaam maken. Het is ook zaak om vol te houden. En het volhouden van u en het team is een verantwoordelijkheid van de leider. De tips daarbij zijn, zoals de mariniers altijd zeggen, rusten als je rusten kunt, eten als je eten kunt. Gebruik in deze fase ook een spiegel. Wij noemen dat buddy check.
gun jezelf en het team ook iets wat je leuk vindt. Toen ik 13 maanden in Afghanistan zat, woonde in een zeecontainer, zaten we permanent in crisismode, 24/7. Iedere dag gesneuvelde, gewonden en het ging maar door. Weekend bestond niet. Hoe hou je het dan vol? Door je toch iets te gunnen en samen met je team iets te doen wat ze leuk vinden. In ons geval een bazaar. Nu zou het kunnen zijn een vrijdagmiddagborrel via de VTC. Of zoals bij een van de bedrijven waarvoor ik werk, de prijs voor de foto van de leukste thuiswerkplek. Ten slotte bij leiderschap. Leiderschap in crisis vraagt om zelf op die zeepkist te gaan staan. Zelf die microfoon te pakken en zelf op de camera te komen. En dat brengt ons bij het vijfde en laatste onderwerp, communicatie. Communiceer direct en gebruik het KISS-principe. Doseren is alles. Volgens het eerder genoemde battle rhythm communiceren in ieder geval bij alle plan, do, check, act stappen. En zo neemt u iedereen mee. Structureer de interne en externe crisiscommunicatie. En als u zich afvraagt, wat is dat KISS-principe? Dat is keep it simple, stupid. Hoe eenvoudiger u het communiceert, hoe directer, hoe korter, hoe beter. Maar wees altijd eerst empathisch en wees eerlijk en direct. En meet ook en weet hoe uw boodschap overkomt. Het is niet vrijblijvend, het is het middel om te zorgen dat u tot actie overgaat. Wat ik heb geleerd tenslotte is, geen nieuws is ook nieuws. Toen ik met de Willem van der Zaan al lang geleden bij de Haiti-crisis moest optreden, was er tegelijkertijd een vluchtelingencrisis van Cuba. Hoe lang we in die burgeroorlog zouden worden ingezet, dat wisten we niet. Het parlement besloot over de lengte van de missie. En het parlement stelde een besluitvorming uit. En wat vertel je dan je bemanning die al 5 maanden van huis is? Ik dacht, geen nieuws is geen nieuws. Dus hoef ik ook niet op de zeepjes te gaan staan. Dat was niet handig. Geen nieuws is ook nieuws. Al met al, de crisis is nu al even onderweg. En de perceptie hoe die crisis bij je overkomt hangt af van de geografie en van het type organisatie. Maar onder het motto van never waste a good crisis zijn er wellicht lessen te identificeren en te leren uit deze militaire praktijk. Zij het voor de inrichting van de crisisorganisatie nu, dan wel om u voor te bereiden op de volgende. Maak uw organisatie weerbaar. En tenslotte, het laatste advies. In de crisis, in deze crisis, maar ook erna, vraag je team, de medewerkers, de klanten, hoe het met ze gaat. En dan zullen ze zeggen, het gaat goed. Mijn advies, stel die vraag dan nog een keer. Terug naar Edwin. Dank je, Mathieu. Bijzonder interessant en leerzaam. Dank. Overigens misschien goed om te noemen dat alle tips die vandaag worden genoemd door Mathieu en ook onze andere sprekers zijn samengevat in een korte checklist die vanmiddag op onze website beschikbaar komt. Daar gaan we nu over op het weerbaar maken van onze organisaties. Er is een toename van de hoeveelheid meldingen over cybercriminaliteit, ik noemde het net al, de gezondheidszorg. Maar ook het OM en Europol waarschuwen hiervoor. Criminelen blijken zich zeer snel aan te passen om van de coronacrisis misbruik te maken. Koos, ik begrijp dat het feit dat nu er zoveel mensen thuis aan het werk zijn, de cybercriminaliteit ook toeneemt. Kan je daar meer over vertellen? Jazeker Edwin, dank voor de introductie. Goedemorgen luisteraars. Ja, inderdaad, ook op het gebied van cybersecurity zijn het onalledaagse tijden. Ook al zou je in eerste instantie zeggen dat er geen direct verband bestaat tussen corona en cybersecurity, zien wij, en dat horen wij ook van onze klanten, toch activiteit op dit gebied. En dan vooral vanaf de kant van de aanvallers. Het is natuurlijk te bizar voor woorden om te zeggen dat er mensen zijn die deze crisis aangrijpen voor persoonlijk gewin. Maar toch is het goed om u op een aantal risico's te wijzen. Het is daarnaast belangrijk dat de IT, risk en specifieke security functies van uw organisatie deze risico's in kaart brengen en gebalanceerde maatregelen nemen. Ik wil in de korte tijd die ik heb een vijftal zaken met u doornemen die belangrijk zijn in het kader van cybersecurity. Deze 5 onderdelen ziet u ook op de slide in beeld. Het zijn 5 dingen om zelf goed op te letten, maar ook, zoals ik al zei, om aan de verantwoordelijke mensen binnen uw organisatie mee te geven.
En als eerste is het goed om te melden dat wij en verschillende van onze klanten zien dat er meer activiteit is op het gebied van CIO-fraude. In cybersecurity termen noemen wij dit ook wel whaling. Een whaling in de zin van walvissen jagen, in de verhouding tot phishing, waar het om gewone vissen gaat. Aangezien het bij CIO-fraude figuurlijk gesproken om grote vissen gaat, wordt dit ook wel whaling genoemd. Het gaat hier om verzoeken waarbij de aanvaller zich voordoet als de CEO of de CFO van de organisatie en de verantwoordelijke persoon voor de banktransacties binnen de organisatie vraagt om een bepaald geldbedrag over te maken. Normaal gesproken heeft uw organisatie duidelijke procedures als het gaat over het overboeken van geldbedragen, zowel voor grote als kleine geldbedragen. En het geldt hier meestal ook het vier ogen principe. Dat kan wel of niet afgedwongen zijn door technologie. In het geval van CEO-fraude wordt er echter gebruik gemaakt van een urgente situatie, waardoor de mensen die verantwoordelijk zijn voor dit proces daar mogelijk geneigd zijn een aantal controlestappen over te slaan. Mede door de grote druk die er vanuit de zogenaamde CEO op de overboeking wordt gezet. En normaal gesproken zou iemand dan even bij de CEO langslopen om een check te doen of op een andere manier contact op te nemen. Maar doordat de fysieke aanwezigheid nu voor het grootste deel is uitgeschakeld, is dat nu veel lastiger. En het is goed om binnen een organisatie duidelijke afspraken te maken en deze afspraken nog even heel goed onder de aandacht te brengen van de mensen binnen dit proces, als het gaat om grote banktransacties en de processen hieromheen. Dus dat is eigenlijk het eerste punt wat ik in dit kader wilde vertellen. En dat is meteen een overgang naar het tweede onderwerp. En daar gaat het over normale phishing. Wij zien dat naast de whaling-activiteiten er ook grotere activiteiten op het gebied van phishing. Er zijn verschillende instanties, waaronder ook Interpol, die melding maken dat er verschillende phishing-e-mails rondgaan die uiteindelijk gerelateerd zijn aan corona. Het gaat hier vaak om phishing-e-mails die van zogenaamde autoriteiten of van derde organisaties komen met een corona-aspect. Ook in Nederland zijn er al meldingen van deze phishing-e-mails gemaakt die van het RIVM lijken te komen of van de Belastingdienst. En er is zelfs een voorbeeld van een phishing-e-mail die van de Rabobank lijkt te komen. Die gaat over antibacteriële betaalpassen. Veel organisaties besteden al lang veel aandacht aan phishing, omdat dit een van de belangrijkste attack factors is richting een organisatie. Maar het is alsnog verstandig om medewerkers in het licht van corona nogmaals te wijzen op deze risico's. En dan specifiek voor die gevallen waarin de e-mails melding wordt gemaakt van corona-gerelateerde zaken. Het is overigens zo dat naast extra aandacht vestigen bij medewerkers op deze risico's, er tegenwoordig ook technische mogelijkheden zijn om deze risico's verder te beperken. Maar het gaat voor deze webcast te ver om hier nader op in te gaan. Maar als mijn uitleg van de afgelopen minuten u de wenkbrauwen heeft doen fronsen, in de zin dat u eigenlijk geen idee heeft of uw organisatie hier genoeg aan doet, dan is het handig om dit nog eens even bij uw IT en security organisatie te checken. Ja, dan mogen natuurlijk ook duidelijk zijn dat de meeste mensen op dit moment vanuit huis hun werk doen. Het is daarom goed om de risico's van thuiswerken goed onder de aandacht te brengen. Maakt uw organisatie gebruik van beveiligde verbindingen naar e-mail en fileservers in uw datacenter. Het gaat hier om de zogenaamde VPN-verbindingen. Goed om dit te checken bij IT, personeel van uw organisatie. En daarnaast kan het zijn dat medewerkers aanlopen tegen de grenzen van thuiswerken. Bijvoorbeeld langzame verbindingen, onmogelijkheden om virtueel samen te werken. En het zou goed kunnen dat medewerkers hier zelf creatieve oplossingen voor bedenken. Een half jaar terug was dit al een risico voor medewerkers die zich vrij konden bewegen en op kantoor met elkaar konden overleggen. Maar dat risico is alleen maar toegenomen op dit gebied. En daarnaast is het ook zo dat leveranciers van virtueel werken voor een groot deel deze diensten op dit moment gratis aanbieden. Maar het is belangrijk dat de gegevens van uw organisatie en ook van uw klanten en medewerkers op de juiste manier zijn beveiligd en op die manier worden beschermd. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat uw medewerkers niet thuis gaan hobbyen om hun werk eenvoudiger te maken, zonder dat dit met de IT-afdeling wordt overlegd en door uw interne risicoafdeling is goedgekeurd. Daarom is het erg belangrijk uw medewerkers hierop te wijzen en bij issues in zaken samenwerken, bereikbaarheid, performance en dergelijke niet zelf te gaan hobbyen, maar deze issues aan de IT-afdeling en service desk te melden. Een ander risico van thuiswerken in dit kader is dat uw medewerkers wellicht meer aan hun hoofd hebben dan wanneer ze op kantoor zijn. Ik merk dit zelf in mijn eigen dagelijkse thuissituatie ook. Mijn vrouw werkt in de zorg, ik werk thuis. Ondanks een drukke thuisagenda met heel veel calls ben ik soms ook bezig met een lesje rekenen of een oefening begrijpend lezen. En ik ben vast niet de enige. Het kan daarom zijn
dat uw medewerkers soms net iets minder oplettend zijn dan ze zouden zijn wanneer ze binnen een kantooromgeving zouden werken. En het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Ook is het goed om uw medewerkers te wijzen op de manier waarop ze met eventuele hardcopy, dossiers en papierwerk moeten omgaan en hoe dat vernietigd kan worden. En daarnaast ook de manier waarop ze met vertrouwelijke informatie binnen de huiselijke omgeving omgaan, nu alle gezinsleden of huisgenoten ook thuis zijn. En die zijn waarschijnlijk niet op de hoogte van de richtlijnen met betrekking tot vertrouwelijke informatie van uw organisatie. Verder is het goed om nog te melden dat u voorzichtig moet zijn met het gebruik van medische gegevens over de ziekte van medewerkers en de registratie hiervan. Hoewel de AP heeft aangegeven in deze tijd coulant op te treden, is de huidige coronacrisis geen aanleiding om extra gegevens van personeel te verwerken of om extra ruimhartig met de verspreiding van deze gegevens om te gaan. En we zien her en der in organisaties die we ondersteunen hier vragen over ontstaan. De AVG geldt onverkort, is uiteindelijk de slotsom van de autoriteit persoonsgegevens. Nou, bottom line voor al deze onderwerpen is: vestig additioneel aandacht bij medewerkers op risico's van phishing en whaling. Juist gebruik van IT-middelen die door de organisatie zijn goedgekeurd. De beperking op het gebruik van aanvullende collaboration-diensten, ook al zijn deze gratis. En maak zoveel waar mogelijk gebruik van geautomatiseerde tooling om de risico's te voorkomen van phishing enzovoort. En uiteindelijk blijkt in deze situatie de mens alsnog de zwakste schakel. Dus ook is het bewustzijn van uw personeel heel belangrijk. En het is belangrijk dat om de IT, security en riskfuncties binnen de organisatie, voor zover die aanwezig zijn, de verschillende risico's goed in kaart te laten brengen en de te treffen maatregelen om deze risico's te voorkomen en om te zorgen dat deze met elkaar in balans zijn. Net als in een normale situatie moeten de risico's niet worden overdreven en de maatregelen derhalve in balans zijn met het te lopen risico. Dat is wat ik uiteindelijk hierover kwijt wilde, Edwin. Terug naar jou. Ja, veel dank, Koos. Ja, Europol geeft ook aan dat ze een grote stijging ziet in fraudezaken. Hè, bijvoorbeeld die te maken hebben met de vraag naar materialen zoals mondkapjes en handgel. Nou, we gaan nu horen van twee KPMG-experts over hoe organisaties grip kunnen houden op deze frauderisico's. Helene en Patrick. Helene, om bij jou te beginnen. Zou jij de huidige situatie willen schetsen? Waarom zie jij een toename van dit aantal fraudegevallen? Ja, dankjewel Edwin. Ik wil graag eerst even beginnen met het uitleggen van een stukje theorie achter fraude. Om aan de hand daarvan in te gaan op wat we nu zien ontstaan aan frauderisico's. Als gevolg van de maatregelen die worden getroffen rondom corona. Fraudeincidenten kenmerken zich door drie componenten. Gelegenheid, druk en rationalisatie. Ook wel de fraudedriehoek genoemd. Boven in het driehoek staat gelegenheid. En bij gelegenheid moet u denken aan processen waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is dat een offerte wordt goedgekeurd door dezelfde persoon als degene die de betaling ook goedkeurt. Dan volgt druk. Druk kan worden ervaren door een organisatie om de balans beter eruit te laten zien. Vlak voor een aandeelhoudersvergadering bijvoorbeeld. En als laatste in het driehoek staat rationalisatie. Rationalisatie is de manier waarop deze acties worden goed gepraat. Iemand die fraudeert vindt zelden dat hij opzettelijk iets kwaadaardigs doet. Een voorbeeld van rationalisatie is dat men denkt, we plussen de winst alvast nu bij in de cijfers, want we weten dat we die toch wel zullen behalen in het volgende kwartaal. Als we dan kijken naar de frauderisico's als gevolg van de getroffen maatregelen rondom corona, zien we dat dezelfde drie elementen van de fraudedriehoek ook weer worden geraakt. Weer boven in de driehoek beginnend zien we ten aanzien van gelegenheid dat fraudepogingen veelal worden gericht op de middelen die nu ook veel worden gebruikt. Dus via e-mail en telefoon. Maar denk ook aan het minder fysiek kunnen controleren van de magazijnvoorraad bij veel bedrijven. Waardoor het ontbreken van goederen mogelijk niet snel wordt opgemerkt. Ten aanzien van het element druk in de driehoek zien we dat bij enkele bedrijven de druk op de productie nu exponentieel toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan extra laboratoria die worden ingezet om de productie van het aantal coronatests nu flink op te voeren. Toch zien vooral veel bedrijven het aantal bestellingen juist teruglopen en de productie afnemen. En betalingen uitblijven.
Ook zien we een beweging bij de banken ontstaan, die nu meer mensen inzetten op hun afdeling bijzonder beheer. Dat is de afdeling die zich bezighoudt met de controle op de naleving van bankconvenanten bij de verschillende ondernemingen waaraan krediet is. De druk bij deze ondernemingen loopt dus ook nog eens op om de omzet positiever weer te geven dan er mogelijk in werkelijkheid is, om zo te blijven voldoen aan de convenant. Dus op twee manieren druk op dezelfde organisatie. Dan als laatste element in de driehoek weer rationalisatie. Veel mensen vrezen nu dat zij hun baan zullen verliezen. Dit kan rationalisatie in de hand helpen om nog een buffer te regelen. Vlak voor vertrek, omdat je altijd hard hebt gewerkt en nu ineens op straat kunt worden gezet. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door nog achterstallige declaraties opgehoogd in te dienen. Vanuit bedrijven zien we de rationalisatie om de werkelijke omzet onjuist weer te geven. En dit zien we nu tweeledig. Enerzijds door deze op te hogen, zodat personeel kan aanblijven of de aandeelhouders niet te ongerust worden. Maar we zien nu ook de andere kant op gebeuren, dat de werkelijke omzet juist slechter wordt voorgespiegeld, omdat de overheid nu aanbiedt organisaties te ondersteunen als deze aan bepaalde criteria voldoen en dus in aanmerking komen voor opgerichte noodloketten en voorzieningen van de overheid. Mijn collega Patrick Euser zal u nu meenemen in een aantal adviezen die wij met u willen delen ten aanzien van het beheersen van frauderisico's tijdens de coronacrisis. Goedemorgen allemaal. Ik zal inderdaad op het belang van fraudebeheersing tijdens corona en de rol daarbij. Ik heb het idee dat we Patrick kwijt zijn. En dat is precies de uitdaging die we dus hebben in dit soort tijden. Ik stel voor, tenzij we Patrick weer hebben. Ja, wil jij het overnemen, Helene? Ja, dank je. De neiging van organisaties is om in tijden van crisis vooral te focussen op de crisismaatregelen en minder aandacht te besteden aan signalen van misstanden. En dat juist wanneer zo'n crisis soms eerder tot dergelijke signalen en misstanden kan leiden. Bijvoorbeeld omdat door de crisis kosten scherper tegen het licht worden gehouden en je daardoor eerder op onjuistheden kunt stuiten. Fraudebeheersing wordt daarmee dus eigenlijk belangrijker dan ooit. Fraudebeheersing kan ingedeeld worden in drie onderdelen. Het eerste onderdeel wat ik wil behandelen is preventie. Voorkomen is beter dan genezen, zeggen we ook wel. Dus bewustwording creëren bij medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol. Echt de zachte kant eigenlijk. Dus samen met het delen van rode vlaggen voor fraude, zoals we die noemen. Dus rode vlaggen bedoelen we de elementen in je data of tijdens communicatie met collega's, leveranciers. De triggers waar je eigenlijk naar moet kijken om te zien wat daar precies achter zit. Daarnaast kan binnen applicaties geautomatiseerd controle technische functiescheiding afgedwongen worden. Dit is de harde kant. Dan vervolgens detectie. Een open cultuur waar men elkaar aanspreekt en fraude of andere onregelmatigheden bespreekbaar maakt, is weer de zachte kant. Daarnaast kun je frauderisico's intern identificeren die specifiek betrekking hebben op jouw organisaties. Deze risico's kunnen weer omgezet worden naar fraudegerichte data-analyse. Voorbeelden zijn analyses op tijdelijk aangepaste bankrekeningnummers van je leveranciers bijvoorbeeld. En dan als derde element de respons. Want om je goed op incidenten te kunnen reageren, adviseren wij altijd om een responsplan op te stellen. Waarin rollen en verantwoordelijkheden in geval van een incident ook zijn opgenomen. Dus dat je dat voor je eigen organisatie goed in kaart hebt gebracht en goed afgesproken hebt. En dat het ook echt duidelijk terug te vinden is. Daarnaast is het van belang om gedegen onderzoek te verrichten. Techniek biedt criminelen helaas uitgebreide mogelijkheden, namelijk
tot het plegen van fraude, ook op afstand. Gelukkig kan een onderzoek ook goed op afstand worden uitgevoerd door onder andere de belangrijkste data, zoals e-mails en financiële onderbouwing, op afstand kan worden veiliggesteld. Ook kan je op afstand de data-analyse hierop weer verrichten. En de ontwikkelingen op internationale opdracht hebben al eerder toegeleid dat er veel technologische mogelijkheden bestaan om via videocalls tegenwoordig interviews af te nemen. En zogenaamde e-discovery tooling. Deze tooling maakt het mogelijk om met meerdere personen tegelijk op afstand door dezelfde data te doorzoeken op relevante communicatie of documentatie. Ten slotte wil ik nog even kort stilstaan bij een casus van een lopend onderzoek naar CEO-fraude en phishing. Dit is een onderzoek waarbij op basis van eerdere signalen en verdenking van interne fraude uiteindelijk toch externe fraude bleek te zijn. Deze fraude heeft kunnen plaatsvinden omdat niet voldoende aandacht bestond voor externe frauderisico's en ook weer die bijbehorende rode vlaggen, zoals phishing-e-mails. Daarnaast zijn functiescheidingen door de druk op tijd doorbroken, waardoor een groot geldbedrag naar een onrechtmatige bankrekening is overgemaakt op verzoek weer van een CEO-fraude-e-mail. We hebben de benodigde data tijdig kunnen veiligstellen en in een digitaal onderzoek hebben we geen signalen van interne fraude geïdentificeerd. Daarnaast hebben we wel geïdentificeerd dat relevante informatie gebruikt door de fraudeur aanwezig was in de mailboxen die tijdens het cyberincident zijn ingezien. Een aantal phishingmails heeft dus eigenlijk de fraudeur in eerste instantie in staat gesteld om toegang te krijgen tot de IT-omgeving van de organisatie en de relevante informatie uit verschillende e-mails samen te voegen. En daarmee heeft hij dus de munitie kunnen verzamelen om vervolgens de CEO-fraude te kunnen plegen, waardoor hij dus relevante informatie beschikbaar had om zo ook echt de CEO te kunnen overtuigen. Dan gaan we weer terug naar jou, Edwin. Ja, alleen super dank voor het invallen nu Patrick even wegviel. Teamwork zou ik zeggen. Patrick, ik weet niet of je inmiddels weer op de lijn bent. En zo ja, of je nog kort iets wilt toe te voegen. Misschien een ervaring uit je eigen praktijk. Maar nogmaals, ik kan niet zien, omdat we niet in één kamer zitten, of je er weer bent. Dat klinkt alsof hij er nog niet is. Dan denk ik dat het goed is dat we overgaan naar de vragen. Voor degene die achter een scherm zit, het is mogelijk om in de chatroom vragen te stellen. En dat kan vanaf nu. Laten we even kijken of er... Ja, de eerste vraag komt binnen. Mathieu, dat is denk ik een vraag voor jou. Wat kunnen we leren vanuit het militaire domein over het verhogen van de weerbaarheid? En ik denk dat dat dan gaat om persoonlijke weer of mentale weerbaarheid. Maar dat is mijn interpretatie van de vraag. Kan je daar iets over zeggen, Mathieu? Zeker, dank je Edwin. Goeie vraag. Kijk, de weerbaarheid, verhogen van de weerbaarheid vanuit het militaire domein. Kennen wij altijd een tweedeling. De fysieke en de mentale component. Als we het hebben over de fysieke component, dan splitst het zich in feite op over alle POVA-factoren. Dus je kunt het over fysieke weerbaarheid hebben van de persoon, van de mens. Dan gaat het over de middelen, als het over fysiek gaat. Nou, erg courant op dit moment, bijvoorbeeld met mondkapjes en beschermende kleding. Dat geldt natuurlijk ook in het militair apparaat. Maar het geldt voor alle factoren, dus ook fysieke weerbaarheid in je instrumentarium, in je vliegtuigen, voertuigen, schepen. Het gaat ook over je weerbaarheid aan de IT-kant, cyber. We zijn altijd gewend om in risicoanalyses te denken en dan in de weerbaarheid in gelaagdheid eigenlijk aan te geven. Dus hoeveel backup systemen wil je hebben? Bij een schip is het duidelijk. Een vechtmachine die moet kunnen blijven varen. En hoeveel backup systemen wil je aan boord hebben om de koers te kunnen veranderen? Ik geef maar een voorbeeld. Dus het fysieke domein, daar wordt integraal zwaar over nagedacht. En veel ook in geïnvesteerd.
als we kijken naar de mentale component, dat is heel wat anders. Dat gaat over de weerbaarheid van de mens, het menssysteem. Wat we bij Defensie doen is veel tijd besteden aan vorming en training van de mentale component. En daar horen dus zaken bij, zoals ik al eerder genoemd heb. Natuurlijk leiderschap, wat vertrouwen oproept. Leiderschap wat ruimte geeft voor mensen om zich te ontplooien. Maar met name ook mentale weerbaarheid door in acties naast elkaar te staan. Dus niet dat je het gevoel hebt dat je in je eentje staat, maar in een teamwerk. En wat heel belangrijk is, dat na de actie, en vandaar mijn laatste opmerking in mijn blokje er straks, van na de actie zorg dat je bij elkaar blijft. Dat je uithoort wat er gebeurd is. Dat je kijkt hoe iemand in zijn vel steekt. En dat is ook een belangrijk deel van die mentale component, want daarmee wordt de cyclus gesloten. Je vraagt heel veel van je mensen, je hebt ze getraind. En na afloop van die inzet kijk je hoe het gaat. En dat is een lus. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar voor een eerste reactie wil ik het hierbij laten. Terug naar het ja, dank je, Mathieu. Ik zie inmiddels de volgende vraag binnenkomen. Ik denk voor Helene of wellicht voor Koos. Maar primair misschien Helene. De vraag is, mogen communicatiekanalen zoals e-mail, bedrijfschat, Skype for Business, Teams, gemonitord worden door organisaties op fraudesignalen? Helene. Ja, als het goed is, is Patrick wel in de call. Patrick, ben jij in de call? Nee, hij is niet in de call. Helene, kan je antwoord geven op deze vraag? Nou, ik weet er iets minder van dan Patrick. Want Patrick is wel echt onze technologie-expert. Wat ik begrijp is dat het wel wordt gedaan, dat het onderdeel moet zijn van je bedrijfsafspraken. Dat vaak wel is opgenomen, ook in je regeling. Maar ik zou willen voorstellen, misschien dat Koos hier ook wel het een en ander van weet, omdat hij zich natuurlijk ook bezighoudt met phishing. Ja, Helene, ik stond al klaar om. Ik stond al klaar om er iets over te zeggen. Ja. Nou kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat als je het hebt over bedrijfschat en dergelijke, Skype voor business en ook uiteindelijk telefoongesprekken over Skype, dan is het natuurlijk wel heel belangrijk om goed naar de privacy aspecten hiervan te kijken. En dat is niet zomaar gezegd dat allemaal uiteindelijk gemonitord kan worden. En sowieso als het gaat over telefoongesprekken is dat al een in het kader van privacy natuurlijk een issue. Kijk, als het gaat over bedrijfschat en e-mail, dan zijn er natuurlijk inderdaad wel regelingen voor. En dat staat dan meestal in de policies binnen uw organisatie, zeg maar, wat er met e-mails en Skype gesprekken gebeurt. Maar in eerste instantie zou ik zeggen dat je over het algemeen niet zomaar mag gebruiken om te monitoren op fraudesignalen. Oké, dank. Ja, Edwin, sorry. Ja, Koos, dank voor deze aanvulling. We zullen op onze website het antwoord op deze belangrijke vraag nog een keer herhalen. Ook even met de input van Patrick. Maar in ieder geval dank voor de aanvulling. Koos, nu je toch aan het woord bent. Ik zie ook een vraag binnenkomen van een klant die denk ik gericht is op jouw verhaal. De vraag, u heeft het over automatische beperking van het risico op phishing en whaling. Hoe doen andere klanten van KPMG dit? Ja, er zijn tegenwoordig zijn de technieken en er zijn diverse leveranciers, waaronder bijvoorbeeld Microsoft, die op dat gebied uiteindelijk een aantal technologische oplossingen bieden. En vooral dan als het bijvoorbeeld gaat over die CEO-fraude. Wat je in zo'n soort fraude ziet, is dat er e-mails worden gestuurd, zeg maar, die lijken alsof ze van de CEO zijn. Maar tegenwoordig zijn er ook technieken om binnen een organisatie en binnen een e-mailomgeving vast te stellen of die e-mails daadwerkelijk van de CEO zijn gekomen. En alle e-mails die niet daadwerkelijk van de CEO zijn gekomen, maar die wel op het e-mailadres van de CEO lijken, die worden gewoon niet doorgestuurd. Dus die worden eigenlijk gewoon die worden gewoon weggefilterd. Waardoor eigenlijk alleen nog maar als er zo'n e-mail zou komen, bijvoorbeeld in het kader van de CEO-fraude om geld over te boeken, dat je dan als organisatie eigenlijk zeker weet dat die e-mail van de CEO is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan niet al die maatregelen, vier oogprincipe en hoe doe je overboekingen dan alsnog niet hoeft te doen. Dus al die andere maatregelen blijven natuurlijk ook van kracht. Maar het is wel goed om te weten dat je tegenwoordig dit ook technologisch kan afvangen.
Oké, dank je Koos. Ik zie ook nog een vraag, ook in jouw domein denk ik. Hoe houd je rekening met het langere termijn effect van COVID op de digitale veiligheid? Heb jij daar een visie op? Ja, ik weet niet precies wat de vraagsteller met het langere termijn effect bedoelt. Hè? Maar kijk, uiteindelijk zijn een aantal van deze dingen die ik zo straks heb verteld. Eigenlijk zijn dat natuurlijk geen dingen die wij zeg maar niet eerder ook hebben gezien. Alleen er wordt door aanvallers nu handig gebruik van gemaakt in het kader van een nieuwe context en een nieuwe werkelijkheid waar we met elkaar in leven. En ik denk dat uiteindelijk dat effect dat zal zich doorzetten. Hè? Dus er zullen steeds natuurlijk aanleidingen zijn in de toekomst om in te spelen op de huidige actualiteit. En op die manier uiteindelijk ook phishing, e-mails en dergelijke. En ook gewoon ook brede zeg maar, digitale veiligheid om daarop in te spelen. Maar dat is wat mij betreft, hè, is dat een ontwikkeling die we natuurlijk al heel lang zien. Dat steeds zeg maar, de context van waar we hè, de huidige maatschappij en de situatie waar we in leven steeds wordt gebruikt door aanvallers. En dat is eigenlijk die wapenwedloop waar we het eigenlijk altijd over hebben. Hè, de aanvaller en de verdediger. Waarbij de aanvaller het vaak makkelijker heeft, want die heeft maar één aanleiding nodig. En de verdediger die moet eigenlijk alle... misschien praat ik nu uiteindelijk voor Mathieu meer misschien. Hè, maar de verdediger die moet eigenlijk zeg maar alle aspecten afdekken. Terwijl de aanvaller maar één gaatje hoeft te vinden. En dat is eigenlijk wat de aanvallers altijd doen, ook als het gaat over digitale veiligheid. Dus ik denk dat naar de toekomst toe ook op die manier steeds verder uit zal werken. Oké, dank je. Trouwens, Koos, ik krijg ook een vraag binnen over Zoom. Hè, een applicatie waar we de laatste weken veel over horen. Ik hoor ook wel geluiden rondom de vraag of dat nou wel veilig is, hè, digitaal veilig is. Heb jij inzichten over de vraag of je dat zou moeten verbieden of dichtzetten op devices van het bedrijf? Is daar iets over te zeggen? Nou, dit is natuurlijk een beetje lastig om in te gaan op specifieke producten zeg maar, in deze call. Maar Zoom is natuurlijk wel een voorbeeld van een applicatie die veel wordt gebruikt in deze tijd. Kijk, ik zou zeggen, hè, zonder dit makkelijk af te doen, ik denk dat het heel goed is als uiteindelijk de onderdelen in de organisatie die hierover gaan, hè, risk of security of IT, uiteindelijk wel heel goed kijken naar de risico's. Er zijn gevallen bekend waar Zoom gewoon wordt gebruikt, maar waar wel uiteindelijk door de organisatie wordt gezegd dat het dan niet voor het doeleinden waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld of waarbij klantgegevens worden uitgewisseld, maar dat is meer voor zeg maar, de teams om met elkaar gezellig te praten over hoe hun dag is. En uiteindelijk zijn er natuurlijk ook best veilige mogelijkheden denkbaar uiteindelijk hè, met een applicatie als Zoom. Alleen ja, daar moet je gewoon goed induiken. En dat geldt eigenlijk voor alle andere technologie ook. Dat geldt hetzelfde voor Teams en dat geldt hetzelfde voor een heleboel van deze soort collaboration platformen. Het is goed om uiteindelijk te kijken hoe je dit veilig inricht. Want je ziet dit nu als paddenstoelen uit de grond komen. Daar zitten natuurlijk ook wat veiligheidsaspecten aan. Dat als je niet nadenkt over hoe je dit veilig inricht, dat er dan wel eens iets mis zou kunnen gaan. Ja, nee, dankjewel. Helder. Voordat ik naar de laatste vraag ga, ik krijg de indruk dat Patrick weer in de call is. Patrick, is dat zo? Klopt, ik ben nu inderdaad telefonisch ingebeld. Excuus, ik was mijn verhaal aan het doen en hij liep gewoon door, dus ik had niet gemerkt dat ik in de moment had. Nee, maar dat is keurig opgepakt door Helene. Misschien een finale vraag aan jou. Is er nog een voorbeeld uit jouw praktijk die je zou willen noemen die belangrijk is voor de luisteraars, Patrick? Ik weet niet hoe ver Helene net op in is gegaan, maar we zien inderdaad veel de combinaties van kleine fraudegevallen of inderdaad phishing incidenten. Die er gezamenlijk toe leiden dat er net wat meer informatie bij elkaar komt. Die een fraudeur in staat stelt om... misbruik te maken van de situatie. We zien ook veel dat door tijdsdruk medewerkers eigenlijk gebruik maken van andermans tijdsdruk ook. En daar net op het laatste moment nog een factuur tussendoor proberen te gooien of net een bankrekening nummer net iets veranderen of bij een leverancier de naam net iets veranderen. Zodat het niet opvalt en bij net een wat iets minder oplettendheid iets sneller erheen kan schuiven. Dus dat is wat wij veel merken.
Oké, dank je Patrick en fijn dat je er weer bij bent. Ik ga even over tot de laatste vraag. En dat is misschien een interessante vraag voor jou, Mathieu. De vraag is, hoe zorg je dat middelmanagement aangesloten blijft? En ik kan me voorstellen dat dat op een marinefregat of in grote missies ook een belangrijk vraagstuk is. Zeker Edwin, dank. Ja, ik denk zeker, dit geldt natuurlijk voor iets grotere organisaties, als heb je geen middelmanagement, dan is het systeem waarmee wij werken, is commanders intent. Dat het heel belangrijk is dat je vanuit de leiding precies aangeeft wat je wil bereiken. En dan is het tweede principe command by veto, waarbij we zeggen dat middelmanagement krijgt de ruimte, zeg maar, om de eigen verantwoordelijkheid te pakken binnen die intent. En zal dus binnen de verantwoordelijkheid dan ook meedragen aan oplossingen die de crisis moeten beheersen. Dus de leiding schept condities, schept ruimte en stimuleert. En door die intent richt je het middelmanagement en geef je ook een verantwoordelijkheid. En op die manier blijven ze ook aangesloten en gebruik je natuurlijk ook de capaciteit die op dat niveau aanwezig is. Tot zover. Ja, dank je Mathieu. En generiek, dank voor al uw vragen. En ik realiseer me dat we ze niet allemaal hebben kunnen beantwoorden. Maar vragen die we niet hebben kunnen beantwoorden, zullen we wel degelijk beantwoorden. En wel op onze website, die vanmiddag geopend wordt met dit soort vragen, maar ook de gehele webinar. Voordat we afronden, toch even naar jou Mathieu. Is er nog één laatste belangrijke tip die jij de luisteraars zou willen meegeven? Lijkt erop dat we Mathieu nu ook even kwijt zijn. Dan ga ik door naar de afronding. Ben je er weer, Mathieu? Ik ben er weer, ja. Ja, fijn. Dus de vraag of je nog een laatste tip hebt voor de luisteraars. Ik denk dat we, als we iets in het militaire domein hebben met elkaar, is het kameraadschap. Kameraadschap is zorg voor elkaar. En in deze tijd, en ik sloot er net ook mee af, gaat het om... Hoe gaat het met je collega's? Hoe gaat het met je klanten? Hoe gaat het met je medewerkers en mensen in je crisisteam? Ik zei al, van stel ze de vraag, hoe gaat het met je? Dan zullen ze allemaal zeggen, goed. En stel die vraag dan daarna nog een keer. En dan zul je merken dat de hele wereld achter schuil gaan. Vooral nu in deze crisis, maar vooral ook straks als die voorbij is, zullen we dicht bij elkaar moeten staan en mensen moeten uitvragen hoe ze het hebben ervaren. Dat is het belangrijkste. Dank Mathieu. Iets waar ik ook zelf veel aan heb, denk ik, binnen KPMG. Dus een mooie tip. Dank daarvoor. Dit was alles waar we tijd voor hadden. Zoals ik al eerder aangaf, we houden onze website up-to-date met nuttige informatie. Vanmiddag zal daar de COVID-19 business checklist op staan. Van de zaken die we vanmorgen bespraken. Deze webcast staat er ook op, zodat u alle adviezen en tips nog eens een keer rustig kunt naluisteren ofwel delen met collega's in uw eigen organisatie. Als KPMG willen we natuurlijk ook echt helpen in deze moeilijke tijd. Dus neem ook vooral een schroom niet om contact op te nemen met de contactpersonen zoals deze nu op het scherm staan. En er is echt veel voor bedrijven om over na te denken. We willen echt onze rol hierin pakken en verzorgen wekelijks één of meer webcasts om echt dat praktische advies te geven waar u, naar ik hoor, echt op zitten wachten. Belangrijk onderwerp op dit moment is en blijft en zal de komende week ook blijven cash management. Vandaar dat we op 8 april daar echt op zullen gaan inzoomen, ook vanuit fiscaal oogpunt. Deze webcast is in het Nederlands om 8:30, dus aanstaande woensdag. 15 april zullen we dieper ingaan op financiële accounting en rapportages. En 22 april zullen we ons focussen op de financiële sector. Er komen er nog veel meer, dus houd onze website alsjeblieft in de gaten. We zullen ook via sociale media duidelijk maken welke webcast er weer aankomen. Ontzettend veel dank voor het luisteren. Wij hopen in het bijzonder zelf dat we u echt weer hebben kunnen helpen bij het start van deze nieuwe week, die er erg zonnig uitziet, maar die zakelijk vele uitingen zal kennen. Zorg goed voor uzelf en elkaar. Ik dank u hartelijk.